het eindelijk even over het laatste agendapunt, Listrum. Ja, dit is echt... Wat? Oh ja. Overleg met de vakbonden. Nog een kopje koffie, dames en heren. Graag. Ja, lekker. Ja, goed. De vakbond. Nou, wat moeten we daarmee? Wat moeten we ermee? Ja. Ze hebben mooi wel voor onze cao gezorgd. Ja, en zwangerschapsverlof. Oh, wat leuk. Dat wist ik helemaal niet. Ja, cao, zwangerschapsverlof, goed. Ja, nee, maar dat bedoel ik allemaal niet. 8-uurige werkdag. Sociaal plan. Of bedoelt u het recht op WW? Of nee, onze vakantiedagen. Nee. Geen vakantie, geen WW, geen 8-uurige werkdag, geen zwangerschapsverlof. Dat is allemaal prima. Maar bedoel, hoe houden we ze nu rustig, die vakbond? Tja, we kunnen de reorganisatie stopzetten. Ja, of flexwerkers zoals ik een keer een vast contract aanbieden. Of, ja, eindelijk de lonen weer eens verhogen. Dat is pas een goed idee. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, daar hebben we nou wat aan, hè? Mondige mensen. Ik heb helemaal geen behoefte aan ja-knikkers. Ik bedoel, geef gewoon je mening. Uiteindelijk is dat het beste.